De heer Baudet. Wat zijn volgens de minister-president de voordelen van deze beoogde maatregel? Hij heeft dan twee mensen gevonden die het ondersteunen. Leg het nou eens uit. We zitten hier in de Kamer. Wij hebben grote twijfels. Vertel het ons. Wat gaat het ons opleveren? Ja, voorzitter, waarom het kabinet deze maatregel neemt, is omdat wij op dit moment geconfronteerd worden met een situatie waarin Nederland dividendbelasting heft. En in een aantal andere landen dat niet gebeurt. In het bijzonder natuurlijk in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft twee effecten. Dat heeft overigens een direct effect op bedrijven die dat raakt. Want bedrijven die dat raakt, die zullen te maken krijgen met een gemiddeld genomen lagere overall concernwaarde. Omdat de aandelen waar dividendbelasting wordt gegeven, het land waar die gehouden worden, zal het aandeel waarschijnlijk lager staan. Dat zal dus een effect hebben, een afslag geven op de totale waarde van dat bedrijf. In een tijd waarin kapitaal goedkoop is, waarin de rente laag is en bedrijven gevoelig zijn voor overnames, is dat een relevant gegeven. We stonden hier terecht vorig jaar allemaal overeind toen Unilever dreigde te worden overgenomen door Kraft Heinz. En er waren ook heftige reacties toen datzelfde dreigde bij AXO. De heer Buma zei op zijn congres, dan grijp ik liever in door een maatregel te nemen dan met rode hesjes bij die fabriekspoort te gaan staan. En ik zeg hem dat na. Dus dat is wat er speelt wat betreft de bedrijven die te maken hebben met die aandelensituatie die verschillend is. Dus in dit geval met name ook het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Tegelijkertijd weten we door Brexit dat er ook bedrijven zijn die overwegen waar gaan we naartoe. Die kijken dan naar het overal investeringsklimaat in zo'n land. Nederland scoort daar goed. De stad waar de heer Baudet woont, Amsterdam, maar ook de regio's rond Eindhoven, Amersfoort, de Randstad, rond Zwolle, dat zijn allemaal regio's rond Maastricht waar mensen graag wonen en bedrijven starten. Omdat dit een vrij land is, kinderen kunnen op de fiets naar school, het is hier veilig. Maar mensen kijken natuurlijk ook naar het hele fiscale klimaat. Dat wordt erin meegewogen. En dan weten we, ook uit de gesprekken die je met bedrijven over hebt, dat dit een element is. En dat ze zeggen, luister eens, uiteindelijk moet ik wel afwegen. Blijf ik in het VK? Ga ik daar weg? En waarom is het nou zo belangrijk? Omdat, en dat zei mevrouw Lollers, die hoofdkantoren, die leveren niet alleen directe werkgelegenheid op, die zorgen ook voor heel veel toeleveringswerkgelegenheid. Ook op het lagere niveau, van de portier tot en met inderdaad de taxichauffeur, de mensen die de broodjes smeren, et cetera. Dus je moet als kabinet je afvragen, grote ondernemingen die voor een keuze staan, bedrijven die wellicht hier naartoe willen komen, wat moet ik doen om de hele mix zo goed mogelijk te maken?